die fouten maken, dat is helemaal niet erg. Want nee. Iedereen maakt fouten. Zelfs de beste, leren, ja. Maar zelfs de beste trader, de meest winstgevende trader ter wereld, die maakt ook gewoon nog dagelijks fouten. Dat hoort er gewoon bij. Hey, welkom op Cash. Ik ben Chris. Ik ben Berry. En in deze video gaan we met jullie hebben over welke informatie is nou belangrijk tijdens het daytraden. Ja. We hebben een aantal dingetjes op een rijtje gezet voor jullie. Een van de belangrijke dingen tijdens het daytraden die je in moet plannen als je gaat beginnen met daytraden, is risk-reward. Het risico tegenover de reward die je daarvoor terugkrijgt. Ja, je hebt bijvoorbeeld in TradingView, dat gebruiken wij vaker, heb je daar twee handige tools voor. Voor long en short positie, ik gebruik vandaag even de long. Dit is gewoon letterlijk hoe eigenlijk een risk-reward eruit ziet. Dus je hebt een bepaald soort risico wat je loopt. Dat is het rode gedeelte in dit geval. Dat is het stuk vanaf je entry tot aan je stoploss. Ja, dat is het risico wat je loopt. Het mogelijke verlies wat je kan maken mocht de trade fout gaan. Dus de risk. En aan de bovenkant staat de reward. Wat kan je eventueel verdienen als de trade uitpakt zoals jij je hebt verwacht? Dit moet natuurlijk altijd, het groene gedeelte moet natuurlijk in de basis al altijd groter zijn als het rode gedeelte. Er wordt doorgaans een ratio gehanteerd van, je ziet dat hier de ratio wordt vermeld, van minstens 2. Eigenlijk persoonlijk ligt er een beetje aan wat je aan het doen bent. Als je echt aan het swingtraden bent, helemaal in crypto, ja, ga gelijk naar die 3 joh. Ga gelijk naar de 3, anders is de trade het echt niet waard. Ik zeg altijd, je kan beter minder trades maken, maar waar de setup gewoon goed van is, dat je echt gewoon een goede trade kan maken. Je kan beter niet in een trade zitten dan in een slechte trade. Ja, tuurlijk. Je moet dat niet gaan opzoeken. Dan hoor ik mensen al zeggen, ja, maar hoe kijk je dan naar wat die reward is? Je weet toch nooit wat je reward wordt? Nee, maar in jouw plan, in jouw setup, heb jij voor jezelf berekend, oké, dit is wat ik maximaal wil verliezen. In dit geval, stel dat je entry op het lijntje ligt, dat is nu gewoon de huidige prijs. Hè? Maar stel, hier ligt jouw entry en jouw stoploss ligt onder deze wick. Dat staat in het voorbeeldje, ziet het er zo mooi uit. En je gaat kijken naar, oké, wat wil ik gainen? Ja. Dat is jouw totale plan. Wat wil ik gainen? Waar wil ik naartoe? Nou, dan is dat eventueel de reward die je op dat moment in je hoofd hebt. Tuurlijk weet je nooit zeker of je dat gaat halen. Maar je moet wel een plan hebben. Kijk, we werken natuurlijk op de nu omgekeerde manier. Stel, ik heb hier een level staan en hier staat mijn invalidatielevel. Dan had ik het natuurlijk gewoon zo gedaan en dan pas ik hem aan. Dan kijk ik daarna of mijn trade gewoon nice is. En dit is gewoon hoe je hem toepast. Ja. En dan kijk je gewoon naar de waarde. Nou, die is nu 6. Dat is gewoon extreem goed. Daar is helemaal niks mis mee. Zo bepaal je hoe je je trade kan inplaatsen. Dan kan je ook gewoon gelijk kijken, kan ik misschien wat extra risico lopen, dat je dus meer ruimte hebt voor je stop. Dat is de risk-reward ratio. Ja, gebruik je hem. En afgelopen week zag ik in Discord ook weer wat dingetjes voorbij komen van, ja, nee, ik trade lekker zonder stop, want er zijn ook heel veel manieren voor en weet ik veel wat. Ja, de meest veilige manier van traden is gewoon met stop. Ja, maar traden zonder stop, laten we dat even voorop stellen. Traden zonder stop is geen traden, dat is gokken. Traden zonder stop is gokken. En dan zeggen mensen, nee, dat is geen gokken, want dat doen ook veel professionele traders. Dat zal allemaal best. Maar wat nou als de prijs omlaag gaat en je hebt geen stoploss? Dan ga je er niet meer uit, want dan ga je eruit met verlies. En dan kan je wel eens heel lang met jouw positie dus vastzitten in een trade waar je niet in wil zitten. Ja. Daarom gebruik je je stoploss. Niet alleen om het verlies te beperken, maar ook om te zorgen dat je niet vast komt te zitten in een positie waarin je niet meer uitkomt. Want je wil wel je vermogen kunnen blijven gebruiken om te investeren. Ja. Goed, dan gaan we naar de volgende. Je hebt natuurlijk de risk reward. Dat is gewoon per trade. Dan heb je ook de hit rate. Dus als jij meerdere trades maakt, hoeveel van jouw trades doet achteraf gezien wat jij hebt verwacht. Ja. Dus stel ik maak 100 trades en daarvan slagen er 40. Ja. Dus 40%. Dan is je hit rate 40%. Dan denken de mensen, huh? Maar dat is lager dan 50, dan verlies je dus geld. En dat hoeft juist helemaal niet. Als jouw risk reward en jouw risk management goed is, dan kan jij gewoon zelfs met een minder dan 50% hit rate, kan jij nog steeds winst maken. En dat vinden mensen heel gek. Het gaat er dus ook om, dat heeft er gewoon mee te maken dat het gedeelte wat jij aan risico loopt dat veel kleiner is. Dat beperk je, juist. Ik zeg ook altijd op Twitter, doe ik dat in Engels. Je hoeft niet altijd gelijk te hebben om geld te verdienen. Dat is gewoon werkelijk hoe deze markt werkt. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste stukken data die je nodig hebt bij daytraden. Dus je kijkt
met de losse trade naar de RR-waarde. Ja, en je totale trade probeer je je hitrate omhoog te werken. Want als jij weet, ik heb een hitrate van 20%. Ja, is wel echt heel erg laag. Dat betekent dat maar 20 van, als je 100 trades plaatst, dat er maar 20 van goed gaan. Dan kan je dat omhoog gaan proberen te stuwen. Die RR-waarde, daar ga je niet zo heel veel aan veranderen. Want hoe groter jij dat gaat maken, ja, des te moeilijker die trade natuurlijk gevuld wordt. Dus de hitrate, daar heb je wel invloed op. En hoe kan je dat beïnvloeden? Dat komt natuurlijk op je technische analyse, je fundamentele analyse, je prijsactie, hoe je dat gaat leren. Je ervaring komt erbij kijken. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste data die je nodig hebt en die je ook meetbaar kan maken om jezelf te verbeteren. Ja, ik wou ook zeggen, je kan ook niet gaan traden op RR. Het is niet iets waar je op kan traden. Nee, het is informatie die heel belangrijk is bij het daytraden. Ja. Informatie die je meeneemt in je totale plan. En hetzelfde geldt voor hitrate. Ja, dat is allemaal leuk. Maar hoe kan ik die hitrate nou in kaart brengen? Nou, daar hebben we ook een hele mooie video over gemaakt wat betreft het orderdagboek. Als jij een orderdagboek bijhoudt, kan je heel makkelijk zien welke trades gingen er goed, welke trades gingen er fout. Nou, die zet je tegenover elkaar. En dan kan je gewoon een percentage aan hitrate kan je berekenen voor jezelf. Dus dit is hele belangrijke informatie. En daar zitten ook gewoon weer puzzelstukjes aan vast. Zoals het orderboek en bij Risk Reward jouw hele plan van aanpak. Ja, hebben we nog een paar kleine tips. Vooral voor bij daytraden. De eerste is eigenlijk, spring niet direct in het diepe. Nee. Ik zeg wel altijd gewoon, als je in het diepe springt, leer je wel het meeste. Maar dat betekent niet... Ja, maar dat zeggen we altijd wel. Maar spring wel verantwoord in het diepe. Ja. Er zijn mensen die komen Discord binnen en wij willen iedereen altijd helpen. En dan komen ze binnen en dan zeggen ze, oké, ik heb nog nooit getraind, maar ik ga nou een 100x maken, ik ga hierin stappen. Is het verstandig? En dat is in het diepe springen zonder kennis en dat is niet de bedoeling. Kijk, in het diepe springen is prima, maar je moet wel weten waar je mee bezig bent. Als je nog niet eens weet hoe je een trade moet managen, ja, is leuk, kan je wel in het diepe springen, maar wat nou als die trade goed of fout uitpakt? Ja, wat ga je doen dan? Ja. Je weet niet wat je moet doen. Nee, is ook zo. Dus je kan wel in het diepe springen, maar niet als je niet kan zwemmen. Dat is denk ik een duidelijk antwoord. Ga je echt oriënteren en ga je echt focussen. Ga niet naar al die rare dingetjes kijken wat je op YouTube allemaal vindt, die master dingetjes. Kijk gewoon technisch analyse, prijsactie, risk management. Ga je daar nou eerst in verdiepen, dan ben je al echt al, kom je al een heel eind. Ja. Volgende tip. Begin klein. Dus sluit een beetje aan met wat jij al aangaf. Je hoeft niet gelijk all out. Nee, weet je? Als het dan één keer fout gaat, ben je gelijk ook alles kwijt. En begin klein is inderdaad goed. Maar begin wel echt. Dat is ook een hele belangrijke. Want je moet wel de emotionele bindingen. Al trade je met een euro. Het gaat om het principe dat je voelt dat je wat verliest. Paper traden, ja, dat is leuk. Dan gaan mensen met een account van 50.000 euro gaan ze traden. En dan worden ze gigantisch rijk. En dan denken ze, oh, dat kan ik in het echt ook. Maar als het om echt geld gaat, treed je gewoon heel anders. Dus begin klein inderdaad, maar begin wel echt. En nog een laatste tipje. En dat sluit heel goed aan bij dit filmpje. Je RR bepalen, je hitrate bijhouden. Leer van je fouten. En die fouten kan je inzichtelijk maken, inderdaad. Door een plan of een dagboek bij te houden. Die fouten maken, dat is helemaal niet erg. Want iedereen maakt fouten. Zelfs zelfs de beste trader, de meest winstgevende trader ter wereld, die maakt ook gewoon nog dagelijks fouten. Dat hoort er gewoon bij. Het gaat erom, leer je van die fouten en zorg je dat je die fouten niet nog een keer maakt. Dat maakt je uiteindelijk een winstgevende trader. En zo zul je succesvol gaan worden en geld gaan verdienen. En nog een klein dingetje om het af te sluiten. Maak het allemaal niet te moeilijk. En ga niet proberen veel te veel kanalen te volgen. Wat al een ruis is. Het leidt je alleen maar af. Dan weet je op een gegeven moment niet meer waar je het moet zoeken. Waar je mee bezig bent. Dan ga je 100 verschillende strategieën in één keer toe willen passen. En dat gaat niet. Nee. Trek je eigen plan. Maak je eigen plan. Wat wil je gaan doen? Wat is jouw manier van traden? En focus je daarop. En zorg dat je dat verbetert. Goed. Vond je dit weer een leuke video? Abonneer sowieso op dit kanaal. Druk even op de duim, dat waarderen wij. En op het belletje, dan krijg je een notificatie als we een nieuw filmpje posten. Alle supportlinks, Discord, dat is ons main praatkanaal. Komt ook een linkje van onderaan deze video. Evenals dopeycash.nl voor het leerprogramma. Dopey.nl voor merchandise. Alles staat uiteindelijk onderaan deze video. Bedankt voor het kijken en we zien jullie heel graag de volgende keer. Later.